Het UMCG komt met een nieuwe therapie tegen ernstige depressies waarbij slaaponthouding met lichttherapie en medicatie wordt gecombineerd. De behandeling duurt 14 dagen. Internationale studies tonen aan dat deze vorm van therapie een depressie in veel gevallen effectief en snel verhelpt. De bedoeling daarvan is om door die slaaponthouding heel snel de stemming te verbeteren, minder depressief te worden en het effect door die lichttherapie en die medicatie in stand te laten houden. De onderdelen van de behandeling, slaaponthouding, lichttherapie en medicatie zijn niet nieuw. Maar de combinatie van deze drie wel. Slaaponthouding werd in de jaren zeventig al in ons land als therapievorm toegepast. Maar verdween weer omdat het effect daarvan van korte duur was. En hoe houden jullie die mensen s'nachts wakker? Gaan jullie met z'n allen een potje ganzenbord doen? Of hoe gaat dat? Ja, dat is inderdaad een goed voorbeeld: spelletjes doen, soms wat gaan wandelen, soms wat gaan sporten. Soms als men daarbij niet in slaap valt, een, een film kijken. Maar de verpleging let erop dat men echt niet gaat dutten. En ook overdag moet men niet gaan dutten, want dan gaat het effect weer enigszins uh, teloor. Het UMCG is het eerste ziekenhuis in Nederland dat deze behandeling aanbiedt.